Een levensgroot zelfportret maken. Dat is wat ouders en kinderen de komende weken kunnen doen in Vinkhuizen, Leeuwenborg en Bijen. Stichting De Vrolijkheid organiseert van 6 tot en met 24 augustus een ouder- en kindproject. Daar kunnen kinderen en ouders onder begeleiding van kunstenaars een zelfportret maken die uiteindelijk op 26 augustus worden geëxposeerd op het Noorderzon Festival. Persoonlijk vind ik heel belangrijk dat de ouders en kinderen met elkaar contacten hebben. Ik ben zelf moeder van 2 kinderen. Ik heb contacten, heel goede contacten met mijn kinderen. Maar toch zie je door middel van kunst en cultuur, op deze manier kunnen ouders en kinderen op een ontspannende manier met elkaar in contact komen of met elkaar praten over alles wat ze willen. Maar ze zijn bezig met het kunstwerk. Kun je iets vertellen over dit schilderij? Ja, het is eigenlijk mezelf en waar ik van hou. Het staat allemaal hier, dansen, muziek en eten. En, juist. Dus eigenlijk alle dingen die jij belangrijk vindt? Die ik leuk vind, ja. En hoe ben je erop gekomen om dat te maken? Nou, door mijn fantasie. Wat vind je ervan dat ze dit hier in de zomervakantie organiseren? Ik vind het wel goed, want eigenlijk verdient iedereen wel vrij. Maar toch gaan ze door met vrijwilligerswerk en dat vind ik wel goed. Zou je dit vaker willen doen? Ik wil ook wel een beetje vakantie, ja.